Leiden wordt langzaam weer normaal. 3 dagen lang stond het centrum in het teken van 3 oktober. Nu, een dag later, is de afbouw van de kermis in volle gang. Exploitanten kijken terug op een geslaagde editie. Ondanks het soms matige weer. Aardig druk geweest. Vooral gisteren was erg druk. De zondag die viel een beetje tegen, maar dat kwam vooral door het weer. Maar alsnog, voor het weer waren er genoeg mensen eigenlijk. Heel gezellige, leuke kermis. Heel veel bezoekers. Gewoon een topfeestje. Normaal met een 10-daagse kermis heb je hetzelfde als dat je hier aan bezoekers hebt in 3 dagen. En dat is wel apart. Het Reuzenrad trekt in Leiden voor het 2e opeenvolgende jaar opnieuw veel bezoekers. Komende editie dus weer. Kermisexploitant Arend Harms overweegt zelfs om in de toekomst 2 maanden een plek te zoeken in Leiden. Je achterkant je rondvaartboot. Ik denk dat je daar misschien in de zomerperiode daarvoor 2-3 maanden een Reuzenrad neer zal zetten. Ik denk dat je dan wel een mooie toeristische attractie hebt. Maar zover is het nog niet. Volgend jaar gewoon weer 2 dagen. Dat de Leidse kermis een fenomeen is, blijkt ook wel uit de relatief hoge prijzen. Ja, de ritprijzen zijn in verhouding toch wel een stuk hoger dan de normale kermis. Omdat die zoveel bezoek komt, ja, omdat de aanbod dan hoger is, gooien ze de ritprijzen omhoog. En ja, elk jaar komen de mensen toch terug, dus het maakt eigenlijk niet uit hier.